Luc Vrootje, die wil ik dan wel gewoon pakken als man zijnde. Ja. Nagenoeg alles is verboden. In Nederland is de wapenwetgeving streng, zeer streng. Maar bij onze oosterburen in Duitsland is het een stuk soepeler. Dus op een steenworp afstand over de grens ligt deze wapenwinkel die door Nederlanders wordt gerund. En weet u wie de grootste klandizie is? Inderdaad, dat zijn Nederlanders. Wat verkoop jij hier heel veel aan Nederlanders? Pepperspray is denk ik een groot topic. Ja, de pepperspray. Ja. En in verschillende variaties, met gel of met schuim. En ook met afstand. En dan heb je zeg maar ook slagstok, gasalarmpistool en de home defense pistool. En dat is allemaal vrij te krijgen vanaf 18. Vanaf 18 jaar in Duitsland? Ja. Jij hebt dus ook heel veel klandizie uit Nederland? Dat klopt. Soms is dat 80%. 80%. En die mensen, daar zeg jij wel tegen van joh, officieel mag dit niet in Nederland, weet wat je doet. Nou, in die zin, de meeste mensen weten het wel. Ja. Mocht er dan iemand zijn die dat niet weet en die vraagt dat, dan zal ik ook zeggen van, moet je luisteren, in Nederland mag het niet, pas dan mee op. 80% van hun klanten is Nederlander. 80% zelfs al. Ja, ja. Waar kijk jij daarvan op? Nee. Waarom? Er is behoefte in Nederland aan zelfbescherming. Vooral bij vrouwen, maar bij een hele hoop andere mensen. Mensen voelen zich onveilig. Zoeken iets waarmee ze zich teweer kunnen stellen. En dat is in Nederland niet te krijgen. CQ verboden. Dus gaan ze naar Duitsland. Waar komt dat nou eigenlijk allemaal vandaan, pepperspray? Pepperspray is een natuurproduct. Ja. En dat wordt gemaakt bij leveranciers in Duitsland. In Duitsland? Ja. Je hebt gewoon Duitse fabrieken die dat maken? Ja. Dit is een straal, maar je hebt ook als nevel. Ja. Nevel heeft een nadeel. Heb je wind tegen, heb je zelf al in het gezicht. Dus daar heb je er nog niks aan. Ja, en jij, als er vrouwen hier binnenkomen, dan die zeggen van joh, ik wil me verdedigen, ik wil pepperspray, dan zeg jij altijd al één aanwijzing geef jij, hè? Ja, ik zeg altijd moest luisteren, ik ben de dader. Ja. Ik denk van, dat is een leuk vrouwtje, die wil ik dan wel gewoon pakken als man zijnde. Ja. Dan zeg ik, hoe heb je hem gebruikt dan? Nou, en dan pakken ze hem namelijk altijd zo. Alsof het een parfumfles is. Ja, of ze een beetje haalhaak wil nu. Nou, dat doe ik dan op dat moment. Ik wil graag hem dat ze er ook werkelijk goed gebruiken. Ja. Dus ik sla er uit de hand. Ja. Nou, dus als jij, dan doe ik gewoon zo, pets? Nee, dan is het nee, en zo. Je doet zo. Ja, en dan komt hij daar terecht. Pepperspray hou je, hoe vast? Zo. Stevig in volle de hand. Volle hand. Wij zeggen altijd mannelijk denken. Mannelijk denken. Dus niet vrolijk. Vrolijk is dit. Ja. Mannelijk. Dat is de manier waarop je het moet doen. Ik heb hier soms schrijnende gevallen dat ze door een vrouw door haar ex in elkaar geslagen wordt met de tand eruit. Ja. Nou, dan denk ik van ja, sorry, die peper die kreeg je van mij. Hoe loopt dat over het algemeen af als dat zo voor de rechter komt? Die pak gewoon de wapenwetten erbij en... Meestal komt het niet voor de rechter. Meestal wordt het door een transactie afgehandeld. Je moet €400 betalen en dan praten we nergens meer over. Dat de mensen dan de komende 8 jaar geen verklaring omtrent gedrag kunnen krijgen, wordt dan even verzwegen. Maar de meeste mensen die kopen het daarmee af en denken dan dat het voorbij is. De enkeling die wel voorkomt, ja, het eindigt met een kleine boete. Het rare alleen is dat een busje traangas staat op hetzelfde niveau als een handgranaat in de wet. Het is een categorie 2 wapen. Herman, hier hebben we ook nog een stukje zelfverdediging. Dit zijn de beruchte stroomstootwapens. Dat is correct. Dat zijn stroomstootwapens van 200.000 volt en 500.000 volt. Dit is de 500.000 shocker. Ja. Dus, iemand die krijgt... Dan stroomstootwapen, maar dat is niet goed. Ja, kijk, wij zijn hier in Duitsland. Ja. Dus vertalen is goed, maar wij zeggen gewoon, het is een shocker. Een shocker. En wel met 500.000 volt. Die hou je op zijn tegenstander. Nou, sommige mensen denken van, als ik hem zeg maar op mijn body hou, je moet natuurlijk wel ietsjes doordrukken. Ja. Want het ligt aan hoeveel kleding er in heeft. Ja. Het mooiste is natuurlijk op de nek. En dan is iemand echt meteen uitgeschakeld. Ja, op dat moment is hij KO. Ja. Wij doen de klanten hier niet in beeld, maar je hebt nu Nederlanders in de winkel, die kopen er eentje. Dat is sowieso twee. Dus we kopen er meerdere. Ja. Maar dit is dus een... Deze verkoop je dus ook heel goed. Ja. Wat hebben ze nou gekocht?
In eerste instantie kwamen ze dus voor de pepperspray, zoals wat vrij veel Nederlanders doen. In tweede instantie wouden ze een telescoopslagstok, die uit de kast hier. Die mogen ook niet in Nederland? Die mag je ook niet hebben, tenminste niet bij je dragen. Thuis is natuurlijk een ander verhaal. En toen heb ik ze erop attent gemaakt dat elk wapen wat ze gebruiken voor zelfverdediging, als dat schade toebrengt, als het af wordt gepakt, dat ze het op hunzelf krijgen, dat hun dan schade oplopen. Dus het zoek altijd iets uit qua zelfverdediging wat geen blijvend letsel veroorzaakt. Hebben ze ook verteld van ja, dat is gewoon een soort preventief beveiliging? Ja, absoluut. De ene klant die zegt ook, het is voor zijn vrouw, die moet voor zijn werk vaak naar de parkeergarage, naar huis, 's avonds in donker. En die voelt zich gewoon onveilig en die wil gewoon iets hebben waardoor ze zich een beetje veiliger voelt. Dit zijn gasalarmpistolen. Dit is een gasalarmpistool. Ja, gasalarmpistolen zijn pistolen waar een losse vlodder in komt. Ja. En die ook een knal geeft. Daarentegen kun je zeg maar daar ook een knal in doen met ja. Peper. Dus dan heb je zeg maar een peperpatroon. En dan spuugt hij als het ware met best wel heel veel snelheid, ja. Spuugt hij peper in het gezicht bij degene waar je op richt. Je hebt ook nog wat zwaarder spul. Dit is eigenlijk wat ik hier heb liggen, is een kaliber 68 en een kaliber 50. Ja. Dat is een home defense. Home defense wil zeggen, ik kan daar rubberballs in. Ja. Rubberballs kan ik zeggen. Rubberbal, harde rubberbal. Ja, net zoals wat de politie heeft, ja. Maar die ze dan niet gebruiken. Ja. Maar daar kan ik iemand dus, zeg maar, als ik in huis een stukje verdediging wil hebben, kan ik daar iemand mee schieten. En die heeft namelijk ook een kwik. Dus wil zeggen, ik kan de patroon in doen. Ja. Ik kan de rubberballs erin doen. Op dat moment hoor ik of er ook... Ik hoor de deur gaan beneden, ja. Ik hoor de trap erin piepen. Ik denk, shit, dat is niet goed. Ja. Mijn vrouw ligt naast mij, dus ik sla hierin. Dan staat hij, dan stroomt het gas stroomt naar... Ja, op dat moment is hij ja. Doorbroken en ik kan gelijk gebruiken en hij geeft ook aan rood. Dit vindt ook gretig aftrek bij Nederlandse klanten. Ja, wat is niet mysterieuzer als een wapen? Ja, precies. Tegelijkertijd, ja, ik blijf het herhalen, het mag eigenlijk niet. Nee, dat klopt. Nee. Als mensen vragen, mag het of mag het niet, dan krijgen ze van mij ook een eerlijk antwoord. Ja. Maar Nederland is een apart volk. Als je het mooi vindt, koopt hij het. In een hele hoop landen wordt gezegd van mensen moeten zich teweer kunnen stellen. En in Nederland zegt men van nee, dat willen we niet. We hebben alleen noodweer. Het is een strafuitsluitingsgrond. Dus je kunt je er niet op voorbereiden. Dus het is gewoon verboden. Ja. Punt. Nagenoeg, alles is verboden wat dat betreft in Nederland. Is het nog haalbaar in één Europa om zo strikt te blijven? Het hangt allemaal af van de politiek. Op het moment dat er in Nederland een hele grote volksbeweging komt, dan zal het misschien best wel gebeuren. Maar dan moet die volksbeweging er komen en de Nederlander heeft daar gewoon de mentaliteit niet voor. Niet voor dit soort zaken.